40 kinderen zijn gisteren dakloos geworden door een brand die het kinderhuis Zout der Aarde aan de Lolastraat volledig in de as legde. De oorzaak van de brand in het gebouw waar er ook een school was gevestigd is vermoedelijk veroorzaakt door een van de inwoners die met een aansteker zou hebben gespeeld. Dit verneemt onze redactie van brandweervoorlichter Alton Pinas. We kregen gistermiddag een melding van een woningbrand aan het eerder vermeld adres. En daarna gekomen stond de woning reeds in lichte laaien. Het bleek te gaan om een kinderthuis, annex, een school, basisonderwijs. En in het pand bleven er 40 kinderen. Maar ten tijde van de brand waren er 20 aanwezig, omdat de rest nog bij ouders was vanwege vakantie. Het onderzoek heeft uitgewezen dat een jongetje van 10 met een aansteker heeft gespeeld op bed. Op de vraag hoe de inwoner aan de aansteker kwam, zegt Pinas dat deze de dag ervoor van huis was meegenomen, waarna de inwoner ermee speelde op bed. Hij heeft dus met die aansteker gespeeld, maar dat ging met gestoken. En met als gevolg dat het hele huis helemaal is afgebrand. Er zijn geen persoonlijke ongelukken voortgedaan. Er was wel een hond op het balkon vast aan de ketting. En die heeft het helaas niet gehaald. En de woning en een moeder zijn niet verzekerd. De brandweervoorlichter geeft aan dat de eigenaars van het huis ten tijde van de brand aanwezig waren en heel bedroefd zijn. De eigenaar gaf aan dat hij op den duur de verzekering niet meer kon betalen. De redactie verneemt dat de autoriteiten al hebben ingespeeld en de kinderen al zijn opgevangen.